Welkom bij een nieuw moestuinleven. Vandaag had ik bedacht, gaan we het hebben over 3 voordelen van je eigen groente groeien. En daarom mag ik beginnen met de eerste. Het is lekkerder. Waarom is het lekkerder? Omdat er veel meer smaak aan zit. Ja, maar hoe komt dat? Omdat het hier zo allemaal lekker op normale biologische grond groeit. En in de supermarkt krijgt het precies de juiste hoeveelheid aan voedingsstoffen zonder dat er ook maar enigszins echte zorg aan onze groenten zit. Waardoor het in mijn ogen minder lekker smaakt. Ik vind het zoeter smaken, de groenten die je zelf groeit. Meer kruidig smaken als ze, bijvoorbeeld worteltjes. Dat is niet alleen maar fris en zoet, maar ook kruidig, zoals een wortel hoort te smaken. Het tweede voordeel is dat het goedkoper is, denk ik. Inmiddels wel. Vorig jaar hadden we nog een beetje onze twijfels of het nou echt goedkoper is. Want je moet toch ook al je tijd erin steken. Je moet zaadjes kopen en alle andere benodigdheden die je verder nodig hebt. Maar met de prijzen in de supermarkten die nu continu blijven stijgen... is het wel echt goedkoper. Je moet er alleen rekening mee houden dat je niet alle groenten altijd kunt eten waar je zin in hebt. Dus als je nu bloemkool zou willen eten, volgens mij is dat wel het seizoen. Nee, hier nog niet. Je eet dus meer met de seizoenen. Dus als het niet zou groeien buiten op momenten dat je het wilt eten, dan heb je het niet. Voordeel 3, dat is leuk. Daan houdt van buiten zijn. Ik inmiddels ook wel. En zonder dat je het weet, ben je dan toch al lekker veel lang buiten. Je bent lekker in je eigen tuin bezig. Met het uiteindelijk doel dat je het resultaat ook nog kunt opeten. Dus je wordt ook nog eens beloond voor je leuke buiten zijn. Toch? Ja. Oké. Ja, en dus dan is het dus ook gezond. Want je beweegt daardoor ook meer. Je beweegt sowieso meer. Want je moet ook, scheppen met allemaal spullen sjouwen. Zoals je daar net ziet doen met zware grintegels. Terwijl ik een beetje achter hem aanloop met een camera. Zo lekker wezen. Dus dat is er ook. Dat je lekker fysiek bezig bent en al snel aan je 10.000 stappen kunt komen op deze manier. Want je moet ook best wel veel heen en weer lopen. We hebben hier ons stukje. Maar als je daar naartoe kijkt, daar is ons schuurtje. Dus als je iets bent vergeten te pakken, dan moet je toch ook weer helemaal heen en weer lopen. Ja. Oké. Dat waren even kort 3 voordelen van je eigen groentetuin. En fruit. Groente- en fruittuin. Moestuin. Moestuin. Oké. Duimpje omhoog als je het leuk vond. Moes. In plaats van boes. Moes. Oké, later.